Vandaag laat ik jullie zien hoe je een explosiedoos maken. Maak eerst een vierkant. Maak het de goede maat. Ik gebruik 10 bij 10. Kopieer het vierkant. Je hebt er 5 nodig. Zet ze nu als het plaatje. Snij het nu als het plaatje. Verwijder de vierkant in het midden. Maak nu een stippellijn. Kies een hart. Traceer het hart. Zet het hart nu op het ontwerp. Zorg ervoor dat deze mooi aansluit. Snij nu de stukken tussen het hartje en het ontwerp. Verwijder nu de stukken die je niet nodig hebt. Maak een stiplijn in het midden van de hart. Ik heb extra hartjes gemaakt. Ook enkele vierkanten extra gemaakt. Snij alles uit wat je wil gebruiken. Kies een tekst. Traceer de tekst. Nog een plaatje. Traceer het plaatje. Maak een deksel. Maak een vierkant en een rechthoek. Snijd de rechthoek net als het plaatje. Maak een stippellijn. Maak hoekjes voor de lijn. Kopieer de rechthoek als deze klaar is. Plak nu al de rechthoeken aan het vierkant. Ik heb ringen gemaakt met namen erin. Ook hier heb ik een video van. Ik heb een vierkant onder de ring gemaakt. Snij het zoals op het plaatje. Ik heb nog een extra vierkant gemaakt met een lijn erin. Snij de tussenlijn weg. Maak een stippellijn waar de tussenlijn was. Doe hetzelfde met de andere ring. Snij nu alles uit. Vouw de stippellijnen.
heb ook wat stickers gesneden uit versiering. Bedankt voor het kijken naar deze video.